Ik denk van, nou ja, dan zien ze dat vanzelf bij de index. Maar dat zagen ze dus niet, en dat vanaf ze gaan ontbreken. Dus dan gaan we met z'n drieën in één groep. Collectie van Arnold Kriel, die staat daar achterop gesteld. Dat is wel leuk voor je. Niels, jij moet bij mij wezen, jongen. Dankjewel. Ja, dank je. Dank je. Dank je. Dank allemaal. Ik begrijp dat u het liefst allemaal op tapijt wil lopen, maar ik zou het leukst vinden als mensen gewoon ook even hier naartoe komen en doorschuiven. Hier staat ook een grote tafel en dan kunnen jullie ook omheen staan. En dan kunnen we even... Welkom op deze 23e editie van het Jelle Kluiver Jeugdschaaktoernooi. Ik heb hem even in de piepzak gezeten.
Ik denk, nou, 40 deelnemers vorige week. Dat gaat er niet worden. Dus ik heb heel veel moeite gedaan met een aantal mensen om toch nog weer meer schakers te krijgen. Maar ik had het eigenlijk niet hoeven te doen, want iedereen kwam vanzelf. Dus we zitten nu gelukkig in totaal aantal ruim boven de 100. Dus dat is weer, zeker voor dit regionale toernooi, nog steeds een ongelooflijk goed aantal. De gemiddelde toernooibezetting is meestal een Grand Prix van zo'n 80. En als je dan dit ziet, dan is dit wel gelukkig weer een mooi toernooi. Misschien hebben jullie op de website gekeken, dan weten jullie ook hoe het toernooi in elkaar zit. Dat we van de jongste groepen tot en met de A, en de A is tot 25 jaar, plus een invitatiegroep, dus, en daar zitten mensen die jullie, in de meeste kinderen, oud zijn. Dus wat dat er gaat, van jong tot oud schaakt hier vandaag in de Boekenberg. En daarvoor onze dank van de Boekenberg dat we daar weer gebruik van mogen maken van deze grote zaal. Daarvoor een applausje. Ik wou even wat aan de schakers vragen. Wie is hier nog nooit geweest? Handjes. Sommigen zijn hier nooit in de geest geweest, maar wel in lichaam. Zoals Djaat, die altijd in zijn gedachten in zijn telefoon. Maar het is leuk, dus het is een aantal. Een paar huishoudelijke mededelingen. Dat betekent dat jullie op je spullen moeten letten. Dus als je op de galerij bent in de bibliotheek of door de bibliotheek loopt, laat je spullen daar niet liggen. Je bent niet thuis. Er lopen allerlei mensen langs en die denken, oh, wat een mooi jasje, wat een mooi tasje. Die is voor mij. En dan komt Kees, die heeft misschien nog een vraag. We gaan zo direct een opening doen. En deze opening, daar zijn we heel erg blij mee. Dat wethouder Jan-Willem Meijnans bereid is gevonden en de tijd kon vinden om hier aanwezig te zijn. Ik ga hem de draadloze microfoon geven. Oké. En ik ga vragen of een van de begeleiders mij zo direct even zwart en een wit stuk wil geven. En dan kunnen we daar zo direct een hele belangrijke actie mee ondervinden. Maar eerst wou ik even vragen aan Jan-Willem of hij misschien nog wat. Dat ga ik zeker doen. Wil vragen. Goedemorgen, jongens en meisjes met name, maar ik zie ook een hoop ouders. Welkom. En Erik zei het al, de 23ste keer. We gaan langzaam naar de 25. Dat zal een speciale editie worden. Super trots zijn wij ook als college dat jullie dat steeds weer voor elkaar krijgen. En dat krijgen ze alleen maar voor elkaar. Met al die dames die ook achter de bar staan, maar ook rondlopen. En heren in het mooi door Reinders gesponsorde overhemd. Mag ik daar een keihard applaus voor, want zonder deze mensen lukt het niet. Ik zeg er gelijk bij, ik ben gelijk blij dat de openingshandeling iets anders is dan een paar jaar geleden. Want toen stond ik hier ook. En ik ben echt een schaakfan, dat is volgens mij wel de koning der deksporten. Maar ik ben niet verder gekomen dan mijn pionnendiploma en toen heb ik tegen een Job gespeeld volgens mij. Nou, en inmiddels is Job denk ik een stukje, ja, hij staat er. Nou, ik herken je gezicht trouwens nog. Nou, dat werd toen een remise Job, met dank aan jou trouwens. Dus daar wil ik je nog steeds voor bedanken dat je me niet van de tafel geveegd hebt. Maar ik ben blij dat ik nou niet meer tegen je hoef te spelen en dat we een andere openingshandeling hebben. Ik wil in ieder geval iedereen heel veel succes wensen, maar met bovenal ook heel veel plezier. Ja? En dan gaan we nu maar over tot de openingshandeling. Ja, de openingshandeling had iets ludieks bedacht, maar de tijd is een beetje kort van. We zijn al een beetje over de 10 uur. Dus ik wou even iemand introduceren. Ik laat hem heel eventjes hangen, zeggen we dan. Maar dat mag eigenlijk niet voor de belangrijkste man van de jeugd van Spijkenissen, de jeugdleider Kees Verstraeten. Ik mag dan wel het toernooi georganiseerd hebben met een heleboel hulp van heel veel mensen. Maar uiteindelijk valt het jeugdtoernooi valt onder Kees. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien dat wij weer zoveel enthousiaste jeugd hebben, Kees. Ja. Nou, de belangrijkste openingshandeling zal gedaan worden door het kiezen van de kleur van de bord 1 speler van de invitatiegroep. Waarbij dan ook de kleur en de indelingen van alle groepen en dergelijke zullen vaststaan. En daarom wil ik aan Jan-Willem vragen om niet al te zachtzinnig een hand te kiezen. Dat wit toch de voorkeur heeft? Ja, wit heeft voorkeur, ja, ja. En die zit in die linkerhand, denk ik van je. Dus maar het zijn 7 rondes, ja, dat is hem. Dus, het is zwart, zwart, zwart. Kees gaat het doorgeven aan de indelers. Nou, dus natuurlijk wel precies weten hoe het gaat.
lopen. We lopen hier zo met 25, 26 mensen, herkenbaar met een badge. Maar op de groepen hebben wij, iedere groep heeft zijn eigen begeleiders. Erg belangrijk. En ook heeft iedere groep of elke locatie een eigen arbiter. De instructie voor de begeleiders is dat zij eerst zelf proberen een probleem op te lossen. En pas wanneer ze daar niet uitkomen, kunnen ze de arbiter raadplegen. Het is niet de bedoeling dat ouders op basis van allerlei partijresultaten maar iemand met een badge gaan pakken en gaan vragen, en dit is niet eerlijk en zo, want dan krijgen we een chaos. Je zegt gewoon tegen iemand bij de badge, bij die groep, wat je vraag is. En er wordt serieus op ingegaan. Als de volgende ronde gestart is, kan er hoogstens nog een correctie op een verkeerde stand komen. Maar we gaan niet terugkomen op de manier waarop een partij gespeeld is. Want dat kan nooit meer gecorrigeerd worden. Even adem. Even de groepsbegeleiders. Hartstikke belangrijk. We hebben de D-groep hier, de E-groep daar in het midden en de F-groep aan het eind. De E en de F-groep hebben we Ruud Noormeijer. We hebben Fred van den Broek. Die zwaait denk ik ook ergens nog rond. Fred. Fred is denk ik ergens druk bezig. Die komt vanzelf. En we hebben Frank als assistent. Die... En Fred is de arbiter zonder klok. Het andere is bij de D en de E. Mag ook niet op remise geclaimd worden in de laatste 2 minuten. Maar natuurlijk onreglementen met zetten mogen natuurlijk wel even aan de groepsleider gevraagd worden. Bij de E en de F is dat wat lastiger. Je kan altijd even vragen en dan komen jullie er samen met de groepsbegeleider wel uit. In andere gedeeltes zal de groepsbegeleider zelf nog even uitleggen wat er precies doet. Daar komt Fred. Fred steeds hand meteen omhoog. Begeleider van de E en de F en ook de arbiter. Is daar €250 bij de invitatiegroep, bij de A-groep is dat €125 en bij de B-groep is dat €100. En de tweede en de derde plaats gaan we zo ik het mee vaststellen. Maar die krijgen jullie nog in ieder geval in de loop van vandaag te horen. Jullie weten jullie eigen groepsleiders. Alex is arbiter en groepsleider van de AB. En Jerry is van de invitatiegroep. Als jullie vragen hebben, geen probleem, er staat straks koffie op de bar en... Denk ik.
Graag, Oh, here's the other one.